Zo, goeiedag, dit is Maurice. Vorige keer hebben we een bestelling gedaan bij Vimex. Als het goed is, is dat allemaal gelukt. En heb je in de tussentijd heb je een mail gekregen van de klantenservice van Vimex. In dit filmpje laat ik zien hoe je door middel van dat mailtje kunt inloggen in je webserver en daar WordPress kan installeren. En WordPress gebruiken we vervolgens om je hele website mee te maken. Kopieer alvast even de gebruikersnaam, want we zien hier het linkje waar ik zo op kan drukken met de gebruikersnaam en het wachtwoord om in te loggen, dus in je server. Als het goed is, heeft de school het linkje aangepast, of doe je dit nu thuis? Het werkt altijd het makkelijkste om gewoon even te kopiëren en te plakken. Dan gaat dat het snelst. Zo, nou, zo ziet deze pagina eruit. Hier staat allemaal een hoop informatie die we eigenlijk nog niet nodig hebben. Het is wel even goed om hier eens even te kijken. Dan zie je wat je hebt gekocht. We zien dus dat we hier 2 gigabyte aan diskruimte hebben. En dat we in totaal 25 gigabyte per maand dataverkeer kunnen hebben. Nou, dat is meer dan voldoende op dit moment. En we zien hier ook dat ik nog niks heb gebruikt. Nou, dat komt omdat ik nog niks heb geïnstalleerd. Dus dat gaan we nu doen. Dat is eigenlijk een fluitje van een cent. We zien hier bij webapplicaties zien we WordPress staan. Dat is de software waar onze website op gaat draaien. En die klikken we dus aan. Voordat we hem kunnen installeren, zijn er nog even een paar dingetjes die we moeten doen. Ik kan dit doorlezen. Is eigenlijk nog niet van belang. Maar er zijn een aantal dingetjes die we even gaan. Die we even gaan doornemen, zodat het meteen goed is. Als het goed is, staat hier je domein. Ik had dus mauricemaak.nl aangeklikt. Daar kan ook je servernaam komen te staan. Dan moet je hier even op het pijltje drukken. En dit is dus door jou gekozen adres. Het is belangrijk dat dat WordPress daarop geïnstalleerd wordt. Versie is goed. In taal neem ik even een Nederlands. Dat is wel zo makkelijk. Ik accepteer de license agreement. En er zijn dit een aantal update mogelijkheden. Het is het makkelijkste om deze gewoon allemaal automatisch te laten updaten. Dan heb je daar geen omkijken naar. Het is belangrijk om een automatische backup wel aan te vinken. Dus dat doen we ook even. Dan hoeven we daar ook niet aan te denken. Ik kies even een username. Dat kan gewoon je voornaam zijn of iets makkelijks. En daar maken we even een wachtwoordje voor. Ik heb altijd een lange, maar dat is voor jezelf. Het mag een hele korte naam zijn, maakt eigenlijk niet uit. Het is natuurlijk wel slim om je username en wachtwoord even ergens op te schrijven. Ik raad altijd aan het notitieblokje op je telefoon. Die heb je altijd bij je. En als het goed is, heb je daar ook wel je schoolaccount en bijvoorbeeld StudiMeter. Wachtwoorden en zo kun je daar ook opslaan. Wel zo makkelijk. Daaronder staat de e-mail. Het is belangrijk dat het niet de e-mail is van de website zelf. Dat kan wel, daar komen we later nog wel een keer op terug. Je moet zo zien, deze e-mail is belangrijk voor als je bijvoorbeeld je wachtwoord vergeet. Dan wil je dat wel toegestuurd krijgen naar een adres waar je ook in kan. Websitetitel hoeft nu nog niet. Is altijd wel leuk om dat even op te schrijven. Gelijk. De tagline, een soort van ondertitel. Nou, in mijn onderwerpen wil ik eigenlijk zo doen. Een website, een rekensom en een meubel. Misschien vind ik het nog niet zo leuk. Kan ik het later altijd nog aanpassen. Zo, wel even een beetje netjes overletten, hoeft voor mij niet. Ja, two-factor authentication, dat is een beetje wat veiliger. Vind ik eigenlijk niet nodig voor mijn website op dit moment. Hetzelfde geldt limited login attempts. Als je dan 3 keer iemand het foute wachtwoord intoetst, dan wordt hij even geblokkeerd. Net als je iPhone misschien.
Kan je zelf weten wat je daar prettig voor vindt. En een multisite is op dit moment nog niet nodig. Nou, automatische advanced settings is eigenlijk voldoende. En dan gaan we installeren. En als het goed is, is dat een fluitje van een cent. En zie je dat hij vrij snel zal installeren. Nou, een paar seconden later is hij geïnstalleerd. Hier is even belangrijk om te kijken. Je ziet dus, dit is mijn webadres die ik heb aangemaakt. En als je wil inloggen, typ je dus gewoon je eigen domeinnaam in met daarachter wp/admin. Je kan ook /login gebruiken. Nou, laat ik het even gewoon het linkje aanklikken. En als het goed is, kom ik dan op de inlogpagina. Je ziet hier bovenin inderdaad het adres. En ik ben al meteen ingelogd. Dat is hartstikke leuk. Nou, wat we hier allemaal mee kunnen, dat is voor een volgende filmpje. Tot zover de instructie om WordPress te installeren op je webserver. Succes!